Of we die beker nu pakken of niet, feest is het nu al in Nijmegen. En daar hoort natuurlijk taart bij. Ook Robert, de echte bakker, speelt hierop in en komt met heerlijke petit fours. Uiteraard met het NSC-logo erop. Wij hebben dit met de promotie, zijn wij er toen mee begonnen. En eigenlijk met elke derbywedstrijd, helaas waarschijnlijk voorlopig even de laatste geweest, hebben wij deze gebakjes in aanbieding. Toch is Robert al lang niet meer de enige die NSC-gebakjes verkoopt. Alleen maar mooi. Wij hebben toen met de promotie waren wij de enige. En dat er nu zoveel mensen op inhaken, vind ik alleen maar mooi hoe het in Nijmegen leeft. De bakker probeert zijn gebakjes aan de man te brengen via Facebook. En dat lijkt aardig te lukken. 6 halen, 5 betalen. En die wordt heel veel gedeeld. We hebben op dit moment een kleine 15.000 mensen hebben dit al gezien of via Facebook. En ook heel veel mensen die het al van standaard weten. Tot wij ze hebben en hoe ze smaken. Het zijn dan ook wel heel bijzondere gebakjes. Dus wat maakt deze gebakjes zo bijzonder? Het NIC-logo en de smaak natuurlijk. En ze zijn van Robert de echte bakker. En over de uitslag van de finale is Robert stellig. Maar dat wordt gewoon 3-1 voor NEC. En niet anders. Okay. En anders hebben we een hartstikke mooie dag gehad.